Ja, hallo allemaal, beste songwriters. Het is weer tijd voor een nieuwe opdracht. En vandaag gaat het over inspiratie en over jezelf inspireren. En om uit je onderbewuste te halen waar jij misschien een liedje over kan en wil schrijven. Ik krijg namelijk heel vaak de vraag van ik wil heel graag een liedje schrijven, maar ik weet even helemaal niet waarover. Hoe kan ik mijzelf een beetje inspireren? Nou, en er zijn wel wat tips waarmee je de schrijver in jouzelf een beetje kunt wakker maken. En daarom komen er hier een paar schrijfinspiratieopdrachten. Nou, ten eerste, ga echt kijken als een schrijver. Neem een notitieboekje mee, schrijf daar dingen in op. Als je iemand iets hoort zeggen wat je prikkelt of aanspreekt, schrijf het op. Zet notities in je telefoon. Zing memo's in. Mijn hele telefoon staat vol met gekke zinnetjes of dingen die ik ergens heb opgepikt. Neem alles op, schrijf alles op, want in elk kleine ding kan eventueel het begin van een liedje zitten. Dus probeer echt te gaan kijken als een schrijver. Nou, ten tweede, en dat is ook meteen de meest uitgebreide schrijfopdracht van de reeks die ik nu ga geven, dat is object writing. En je kunt daar sowieso even wat informatie over googlen. Maar in het kort uitgelegd is object writing dat je een kookwekker of een wekker op je telefoon zet voor 10 minuten. En je gaat je pen op papier zetten, je verzint een onderwerp. En dat kan ook al iets zijn wat het eerst bij je opkomt. Maar het kan ook zijn dat je denkt, oh, ik wil een liedje schrijven over liefdesverdriet. Je schrijft boven het papier liefdesverdriet. En je gaat vervolgens die wekker zetten. Je zet je pen op het papier. En je blijft 10 minuten lang schrijven. Je stopt niet. Gewoon doorgaan. Niks moet, alles mag. Dus je moet ook echt hier nog niet te streng zijn voor jezelf. Dus je hoeft niet te rijmen. Je hoeft geen mooie zinnen te maken. Het kunnen flarden zijn. Het kunnen losse woorden zijn. En wat hier ook echt belangrijk bij is, is dat je moet proberen om al je zintuigen te gebruiken. Dus als jij denkt aan dat liefdesverdriet, wat voor geluiden horen daarbij? Wat gebeurt er in je lijf? Hoe voelt het? Hoe smaakt het? Hoe ruikt het? Weet ik veel. Gebruik al je zintuigen en blijf schrijven. Blijf doorgaan. Nou, deze tip heb ik uit het boek Writing Better Lyrics van Pat Pattison. Dat is sowieso een goede tip om jezelf qua tekst te schrijven te verbeteren. En wat hij ook zegt, dat lukt mij persoonlijk nooit helemaal, maar dat is om dit 's ochtends te doen meteen als je wakker wordt. Ga meteen schrijven, dan zijn je hersens nog helemaal fris en zo onbevangen mogelijk. Dus doe dit 's ochtends. Als het lukt, zelfs al voor je kopje koffie, schrijf eerst eventjes 10 minuten. Sommige mensen vinden het fijn om het iets langer te doen. Sommige mensen hebben liever iets korter. Nou ja, 10 minuten werkt voor de meeste mensen goed, maar uiteindelijk is het wat voor jou relaxed is. Wees niet te streng. Probeer echt onbevooroordeeld te schrijven en naar je tekst te kijken daarna. Nou, en wat je dan doet, dan heb je dus een hele lap tekst voor je neus. Je pakt een marker en je markeert de mooiste zinnen, de beste zinnen. En nou ja, die zinnen die kunnen echt maar zo het begin zijn van een nieuw liedje. En ik heb het zelf al een paar keer meegemaakt dat ik op die manier toch dat er iets naar boven kwam waar ik uiteindelijk een liedje over kon maken. Dus probeer het eens uit. Het is sowieso heel erg leuk om te doen. De volgende opdracht, dit staat weer los van het object writen, is eigenlijk een soort challenge. Als je nou merkt van ik loop vast, ik zit niet lekker in een schrijfflow, ga elke dag iets schrijven. En dat kan een gedichtje zijn, dat kan een mooie zin zijn, het kan een heel lied zijn, het kan een blog zijn, het maakt niet uit. Maar blijf schrijven en je zult dan merken dat je in een soort schrijfflow komt en dat het dan vanzelf ook weer allemaal wat makkelijker gaat. Oh ja, een grappige opdracht. Dit is iets wat je echt meer een beetje voor de lol eens kunt proberen. Dat is dat je een liedje in je hoofd neemt dat je goed kent. Een bestaand liedje dus. Vervolgens ga je de tekst die daarbij hoort, ga je eigenlijk aan de kant gooien. Maar je gaat daar een eigen nieuwe tekst op schrijven. Maar dus wel op de melodie van dat bestaande liedje. Je hebt dan op een gegeven moment een totaal nieuwe tekst. Dan gooi je de muziek aan de kant. En dan ga je onder die tekst nieuwe muziek en een nieuwe melodie maken. En ik heb erover nagedacht, is dit plagiaat? Nee, het enige wat je steelt is het metrum.
En dus het ritme van de woorden, nou ja, dat is niet beschermd en daar zijn er heel veel van. Maar je hebt op die manier wel een nieuw liedje. En dit is ook echt meer, stel je voelt ik loop vast, ik weet even niet wat ik moet. Kan dit een geinige opdracht zijn voor jezelf om toch aan de gang te blijven en om weer iets te maken? Nou, en tot slot nog een tip voor als je vastgelopen bent qua schrijven. Het kan ook helpen om eens even vanuit een ander perspectief te schrijven. Dus om even niet het vanuit jezelf te schrijven, maar om je te verplaatsen in een ander en te schrijven vanuit die persoon. Wat denkt diegene? Wat ziet diegene? Want dat levert weer een hele nieuwe wereld op en een heel nieuw perspectief en ook weer nieuwe woorden en nieuwe zinnen. En dat waren mijn tips. Ik hoop dat jullie hier misschien eens mee kunnen. Als je vastloopt, probeer eens even een van deze opdrachten uit. En ik ben benieuwd naar wat voor mooie liedjes daar dan uit gaan komen. Dank jullie wel en heel veel succes. Waarschijnlijk word ik dronken vandaag en zeg ik dat ik niet meer zonder je. Vraag ik op je een beetje hoe lang ik al. This way, I can't stop. Hands on the wall, and I won't drop.